Dat is hier wel een heel feestelijk moment, de dag erna. Het kondigde zich al een beetje aan, want de dag ervoor waren Kenneth Paal en Steven Bergwijn bij PSV 1 om mee te trainen en zouden eventueel bij de wedstrijdselectie opgenomen worden, afhankelijk van of jongens aan of aan konden sluiten. Nou, dat is voor Steven gelukt. Die zat bij de wedstrijdselectie en meteen gaf Philip al het signaal door van nou, op het moment dat de stand het toelaat, dan gaan we hem ook brengen. En, dus dat gebeurde. Dus dat was hier, werd hier uitermate fijn ontvangen. Het is een signaal en naar Steven toe zeg je na die tijd één zwaluw. Dat zijn mijn trainers vroeger altijd tegen mij. Eén zwaluw maakt er geen zomer, het is maar het begin. Maar het is wel een teken dat hij goed bezig is en dat hij het goed doet. En dat kennen het geld eigenlijk hetzelfde. Wat goed is, komt snel. Dat is ook een spreekwoord wat erop los kan laten. En dat is in dit geval zo. Want niet alleen viel hij in, maar hij viel ook goed in. Had een geweldige steekpaas, wat zijn kwaliteit is. En wat ik zelf dan nog wel heel leuk vind om te melden, is dat hij zaterdag bij de onder 19 gewoon een uitstekende wedstrijd speelde. Dus dat hij ook op dat podium nog steeds zijn meerwaarde brengt. In plaats van wat je wel eens ziet, hè, dat jongens dan denken van nou, nu ben ik er. En dan kan ik lekker achterover gaan leunen. Nou, voor deze twee jongens, dat die mannen in de orde, die geven er alles voor en doen hun best. En dit was dus wel een heel mooi signaal voor ons allemaal in de jeugdopleiding, alle jongens die met hem gewerkt hebben. De onder 17, die heeft het echt heel erg matig gedaan. Zeg maar gerust slecht. Verloren van VVV met 1-0 in een wedstrijd waarin dat ook wel terecht was. En als je ziet wat wij in het veld hebben staan bij onder 17, dan is dat niet goed. We zaten er ook een beetje met verbazing naar te kijken. Ik ben eigenlijk voor het eerst sinds ik hier werk in de kleedkamer geweest na die tijd. Niet om handen te schudden, maar echt wat te zeggen. Kijk, verliezen of wedstrijd verliezen of minder spelen, daar heb ik nooit problemen mee. Maar de signalen die nu vanuit die groep kwamen afgelopen zaterdag, die waren absoluut niet goed. De teams van PSV moeten in het veld staan elke wedstrijd om te winnen. En moeten daar alles voor doen en daar met veel plezier hopelijk alles voor geven. Nou, juist dat laatste, daar zetten wij wat vraagtekens bij afgelopen zaterdag. En dat is dan voor deze leeftijdsgroep op zich wel te verklaren. Het zijn jongens van 16, zitten in de puberteit, dus het is altijd een beetje deze. Maar er waren nu wat dingen waar ik niet op detail hoef uit te wijzen, maar waar we zeiden van hé, dat gaat helemaal niet oké zo. Die heb ik ook genoemd na de wedstrijd. En eigenlijk wat de strekking waar het op neerkomt van je speelt bij PSV. Je moet hartstikke trots zijn dat je dit shirt draagt. En ik wil dat terugzien in het veld, elke keer. En dan kun je winnen en verliezen. Maar dat stuk, die trots en die beleving daarin, die moet ik elke wedstrijd terug kunnen zien. En niet ik alleen, maar alle mensen op de tribune. En het leek erop dat dat niet aanwezig was afgelopen zaterdag. Dus daar hebben we stevig op geageerd. Het was wel een groot succesverhaal. Het was wel alles in één dag. Dus qua reizen was het nog wel pittig. Heen reizen, voetballen, s'avonds snel weer terug. Maar het is zeer goed bevallen. Een hele goede tegenstander. De uitslag was wat geflatteerd, want Bilbao had wel degelijk ook recht op meer dan een zuur verlies. Oké, dus dan prettig dat je dan het resultaat mee had. En wat de jongens teruggeven is perfecte leeromgeving. Veel van opgestoken, goede ervaring opgedaan en blij dat ze hebben gespeeld. Het gaat vaak in internationale weerstand om de omstandigheden waarin je speelt. Dus het veld is helemaal ergens anders. Is het reizen inderdaad heen en weer en dat je nog steeds kan focussen op zo'n wedstrijd. En in een wedstrijd te maken krijgt met nu een Spaanse tegenstander die voetballend echt heel goed waren, onder druk konden uitvoetballen, waardoor het voor PSV heel erg lastig was. Nou, dat soort tegenstanders krijgen deze jongens niet zo vaak in de competitie, want in de Super League is het vaak meer dan een tegenstander of terugzakt, of meteen maximaal druk zet, waardoor het een heel andere speelstijl en een speelomgeving geeft. Het is zelden zo dat in de Super League een tegenstander ook technisch superieur is op PSV dan. En dat was Bilbao nu wel, dus nou, dat zijn dingen die dan echt anders zijn. Dus, positief verhaal.